We hebben het vanavond over Jan Bang, dus ook Zap 4. Ja, of eigenlijk met zo'n dingetje op de A, Zap 4. Jan Bang is al jaren iemand die we enorm bewonderen. Hij is een Noorse sample-tovenaar, live sample-tovenaar en ook producer. En hij werkt veel samen met Arve Hendriksen, onder andere een trompetist die we ook al lang volgen. En op een gegeven moment kwam November Music met een aantal mensen van: goh, zouden jullie met die of die willen werken? En daar stond Jan Bang bij, dus toen riepen wij meteen heel graag. Okay, en wie waren die andere gegadigden? Ja, Stevie Wonder. Ja, dan moesten we toch nee tegen zeggen. Hoe hebben jullie je voorbereid? Ik ben zelf al een paar jaar bezig met het beluisteren van materiaal van Jan. Door allerlei platen van hemzelf, maar ook van Arve Hendriksen, John Hassell, David Sylvian, et cetera. Dus ik ben heel erg al een paar jaar aan het nadenken over de manieren waarop hij werkt. Dus, en met samples van dingen die hij zelf van tevoren bewerkt, kleine celeenheden van bestaande stukken. Maar ook geïnspireerd geraakt door zijn eigen festival in Noorwegen, Punktfestival. Waarbij ze dus concerten doen met een selecte groep van 3-4 muzici. Is het concert afgelopen, aansluitend doet een andere groep van een paar muzici ook een concert. Maar met het materiaal van eerder op de avond. Dus dat noemen ze remixconcerten. Nou, met dat in gedachten hebben we ons voorbereid, wat materiaal verzameld, zijn we de repetitie ingegaan met Jan. Maar kwamen we er al snel achter dat we het interessantst vonden om daar helemaal open in te springen. En helemaal blanco met nieuw materiaal te beginnen. Waar hij dus op het moment zelf van alles mee kan doen. Keuzes maken waarop wij dan weer reageren. En we proberen als SAP daar een coherent verhaal van te maken. Of als individu. Ja, maar je begint met een idee. Hoe begin je? Nou ja, dat is zoals met meer vrije improvisatie, want daar hebben we het wel echt over. Is dat je gewoon je oren openzet en gewoon kijkt van: wat gebeurt er om me heen? Of dat je ook bezig bent met je voorstelling van: wat voor impuls zou ik hier kunnen horen? Of hoe zou ik kunnen aanhaken bij wat er al is? En op zo'nzelfde manier werkt Jan ook. Die is razendsnel, maar die kan ook bijvoorbeeld met hele orkestrale lagen opeens aankomen. Of juist kiezen voor iets heel afgemeten kleins. Hoe doet Jan dat dan? Ja, dat is echt jammer dat hij er zelf niet bij is, want dat vraag ik mezelf ook af. Het is soms, we beginnen met spelen en je ziet hem luisteren en kijken. Razendsnel een beslissing nemen. Het ter plekke bewerken, dat kan dus zijn een klein lijntje van de altviool die hij 2 octaven lager afspeelt achterstevoren en daar de helft van of weet ik veel wat. En dat je opeens iets en daarover een orkestlagen waarvan je ook denkt, waar komt het vandaan? En hij is echt een tovenaar, want het komt er razendsnel uit. Want hij begint ook met een blanco mixer en sampler. Hij heeft ook niks voorbereid. Hij maakt het echt in het moment van wat wij hem aanleveren. En dat is echt, vind ik echt heel bijzonder. Ja, want schrik je dan niet? Dan heb je iets gedaan en dan hoor je dat opeens terug. Nou, het is juist heel spannend van wat pikt hij op? Van wie? Of van een totaal? Maar hij doet dat zo virtuoos, vinden we, dat hij is net zo goed een instrumentalist met die knoppen. Of een tweede strijkkwartet kan hij zijn in wat hij doet. En verder hebben we heel veel nieuwe stukken geschreven en gemaakt die we ook voor andere programma's eventueel gaan gebruiken. En waardoor we op nieuwe, voor ons, manieren zijn gaan nadenken over hoe we willen spelen. Dus veel minder vast in grotere structuren, maar veel meer in ideeën en hoe verhoud je tot elkaar. Daar zijn we heel erg in geïnteresseerd op het moment. En we hebben ook heel veel van zijn materiaal beluisterd. Maar we zijn ook heel nieuwsgierig naar hoe kunnen we een zo compleet mogelijk palet neerzetten. Dus het kan heel erg in de Noorse duistere sferen zitten. Maar het kan ook tot modern klassiek en iets groovends waar we zelf ook heel erg van houden. Jullie zijn heel vaak heel ritmisch bezig. Worden jullie nu niet afgeremd? Wordt het niet te sferisch? Nou, nee, het is juist ook voor ons juist interessant, omdat we heel veel met ritme doen. Dat je
ook kijkt van ja, dat hoeft niet per se de belangrijkste pijler te zijn. Het zal gegarandeerd langskomen in die grote boog. Maar dit is nou juist voor ons een uitdaging om te kijken van welke kleuren zitten er allemaal nog meer op het palet. En omdat we ons in andere programma's juist profileren als een groovende groep, vonden we het ook wel leuk om dat eens, juist naar de avontuurlijke kleuren op zoek te gaan. Ja.